De Olympische Spelen van Rio de Janeiro zijn nog maar net voorbij. Maar op Papendal wordt alweer vooruitgekeken naar de volgende Spelen. Aftellen naar Tokio. Onderling maken we er af en toe wel geen zorgen van. Hé jongens, nog maar 1375 dagen. Dus ja, het is wel, je ziet het wel elke keer. Dus het is wel van ja, dat is wel iets waar je naartoe werkt. Sjors Riddersma komt uit Middelburg en begint nu serieus mee te doen in de judowereld. 2 weken geleden won hij voor het eerst een wereldbekermedaille. In Glasgow won hij brons ten koste van de Zweed Mattsson. Ja, het is gewoon belangrijk. Ik wil op die soort toernooi wil ik me gewoon laten zien dat ik het kan. Waardoor ik vervolgens kan doorgooien naar Grand Prix of Grand Slams of iets dergelijks. En die basis moet hier worden gelegd, op Papendal, waar de judobond sinds deze zomer de trainingen gecentraliseerd heeft. Wie mee wil doen op weg naar de Spelen van 2020, moet van de judobond naar Papendal, waar op deze plek een nieuwe judohal wordt gebouwd. Veel gevestigde namen zijn er niet blij mee, maar voor talenten als deze Sam van het Westende uit Vlissingen en dus Sjors Riddersma komt het niet slecht uit. Het is leuk, het is goed voor mijn eigen ontwikkeling. Je kan nu dagelijks met bepaalde mensen trainen wat goed voor jezelf is. En voorheen had je nog een aantal mensen waarmee je het eigenlijk moest doen. En nu heb je er gewoon een stuk meer, dus dat is fijn. Ja. Maar het vraagt wel wat van je om helemaal naar Arnhem te gaan om fulltime voor je sport te leven. Ja, zeker. Ja, het was kiezen. Het is of dit of niks meer. Aangezien ik al wat heb gepresteerd en ik weet om me heen zeggen ook mensen dat je er talent voor hebt, de trainers. Dus ja, dan ja. Op een gegeven moment moet je de afweging maken van wil ik het doen en dat wil ik. Ongeveer een half minuut. Als je denkt dat je er bijna bent, maak je er lekker 5 minuten. In de klasse tot 100 kilogram hoort Riddersma nu bij de top 3 van Nederland. Maar het doel zijn de Olympische Spelen. Dat is gewoon het einddoel en dan mijn droom is natuurlijk om Olympisch kampioen te worden. En hoe reëel is het dat jij in 2020 al in Tokio staat? Nou ja, we zitten nu met 3 jongens in de 100 die wel redelijk presteren. Eentje steekt er nu wel redelijk bovenuit. Ik denk dat ik op termijn dat ik wel redelijk hetzelfde niveau kan halen. Dus ik zeg 1-3. 1-3 dat we Sjors Riddersma over 1374 dagen zien in Tokio.